Een waterdistilleerder is een toestel wat het water zuivert en een residu achterlaat in het compartiment. Dit is dus de ketel waar 4 liter water in gaat. Dat water wordt verwarmd. Dat verwarmde water dat gaat dampen. He, dus je krijgt dus waterdamp. En die waterdamp komt dus in dit systeem. Hier zit dus een koelspiraal in waar het water weer aan afkoelt. Er zit een ventilator in die dus dat proces versnelt. En dat afgekoelde water, dat komt dus in deze opvang, deze glazen kan. Het is geen kunststofkan, het is dus een glazen kan waarin het opgevangen wordt. Het residu blijft achter in de ketel. En dat kunt u weer schoonmaken. Daar zijn prima middelen voor. Dat is vrij eenvoudig te doen. Natuurlijk zijn er mensen die zeggen van ja, maar gedistilleerd water. Maar heeft u wel eens gekeken wat er uit uw kraan komt? Wij hebben bijvoorbeeld op de zaak hebben we gedistilleerapparatuur staan waar binnen 2 weken tijd een halve liter water of een halve liter drap uitkomt. Dat is werkelijk drap. Wilt u toch wat mineralen erin hebben, dan kunt u eventueel een zeezout of iets dergelijks eraan aan toevoegen, waardoor er weer mineralen in het water zitten. Maar gedistilleerd water wordt niet alleen gebruikt om in te nemen, maar wordt zeker gebruikt om bijvoorbeeld colloïdalen mee te maken. Om er colloïdaal zilver van te maken, colloïdaal goud en andere metalen eventueel om die op te kunnen lossen. Het wordt ook gebruikt als een basismateriaal voor homeopathische middelen en dergelijke. Dus de toepassingen zijn natuurlijk erg breed. Op de website kunt u daar natuurlijk ook weer meer informatie over vinden. En zelfs met uitgebreide tekeningen van hoe het principe precies werkt en wat je er nou mee kan doen. Een meer als betaalbaar distilleerapparaat onder de prijs van 200 euro. Waar de distilleerder ook veel voor wordt ingezet of wordt gebruikt, dat zijn natuurlijk de vakantiegangers die naar het buitenland gaan en niet altijd over schoon water kunnen beschikken. En wat is er nou idealer dan zo'n toestel mee te nemen? De glazen kan past in de ketel, dus het wordt al een compact geheel en niet groter dan eigenlijk de afmetingen van dit toestel. U kunt het overal wegstoppen. Het wordt ook gebruikt op boten, dus in mensen die hebben omvormers, die kunnen die spanningen wel aan of die stromen wel aan. Of je gebruikt de spanning van de wal bijvoorbeeld.